Hoi. In Venlo is het vaak knokken over wel of geen Zwarte Piet, maar VVV moet eens kappen met Sinterklaas te spelen en die cadeautjes uit te delen. Iedere keer een tegengoal in de eerste paar minuten. Daar gaan we het over hebben met Hans Verkoning. En ook nog een of ander wedstrijdje tegen Almere City en PEC Zwolle en weet ik wat allemaal. Koffie met de koning, daar gaan we. Tijd voor koffie met de koning. Binnenkort misschien pepernoten met de koning en andere dingen, chocoladeletters. Maar ik zei het in het voorstukje al, cadeautjes weggeven is VVV niet vreemd. Hè, Hans? Dan doe jij op Willem II afgelopen zaterdag. Ja, weet je, het is gewoon doodzonde. Want als je de hele wedstrijd ziet, en dan verdien je meer dan een Nederlander. Ja. Maar oké, dat hebben we in de eerste fase van ons zo afheen geroepen. Ja. Je schiet jezelf in de voet. En uiteindelijk, weet je... Goals vallen altijd door foutjes. Ja. En of het nou aanvallend is, of verdedigend is, of de tegenpartij, dat weet jij ook. Maar weet je, op een gegeven moment dat de balverlies op middenveld, even in de restverdediging, dat zijn split seconds. Ja. En dan legt hij achter een netje en dan maken ze een goede goal met 2-0. Maar we zaten er niet echt goed op die eerste fase. En daarna pakken we het helemaal op. Ja, en dan verdien je gewoon met de aansluitingstreffen met Georgios en met nog een bal van Vito in zijn net. Dus dan zou je zo voor rust alweer op 2-2 kunnen staan. Gebeurt niet, heb je nog een hele tweede helft te repareren? Ik vind dat we die tweede helft hebben Torsten één redding hoeven plegen. Ja. Wij hebben de gehele wedstrijd of de hele tweede helft op de helft van de Willem II gespeeld. En Adrie Koster was ook door en door gelukkig dat de wedstrijd afgelopen was. Je zegt, Torsten heeft één redding moeten plegen. Wij krijgen twee kansen, die gaan allebei niet tussen de palen. Hè? Jammer. Ja, maar normaliter zijn we dan wel hartstikke sterk. Ja. Chris Koeman natuurlijk een goede kopbal. Joshua wil hem er natuurlijk ook wel eens geen ander inschieten. Ja. Zo simpel is het. Ik moet zeggen dat hij hem ook nog, misschien dat hij hem iets meer met lef, met tevreden moet pakken. Ja. Maar oké, dat zijn allemaal jamaren. En je zegt wij moeten weer door naar de volgende wedstrijd. Ja. Je zegt vorige week, het is niet de wedstrijd Pavlidis. Tegen Giacomakis. Als dat zo was geweest, was het lekker 1-1 geworden. Ja, dat had beter geweest. Dat was het inderdaad beter geweest. Die maakte niet. Wel lekker dat hij was scoort. Hij kon echt niet meer, hè? Nee. Hij was op. Het was, maar je zag Pavlidis was er volgens mij na een uur af. Ja. En Jaco wilde nog wel, maar hij zei, op een gegeven moment kon hij daar niet meer overheen. Het gaat niet. Maar had gewoon 3 wedstrijden in 10 dagen. Veel gereisd. Uiteindelijk weer terug. Eén kleine sessie meegenomen op vrijdag. Veel aandacht. Ja, maar oké. En dan gaat hij als de brandweer in de wedstrijd. En dan is het, het kaasje was gewoon leeg. En dat was wel jammer, want ik denk dat het misschien nog meer onrust had kunnen brengen. Ja. Maar oké. Dan is tussendoor ook nog even een loting. Tegen Almere City ook geen vervelende, het is een vervelende ploeg om tegen te spelen. Nou, weet je wat ook is. En dat moet je niet onder een stoel of bank gaan steken. Want het zit natuurlijk wel tussen twee topwedstrijden in. Hè, tussen Twente en, als ik het goed heb, Feyenoord. Feyenoord en Twente. Ja, daar zit voor ons natuurlijk ook wel een prioriteit aan. Hè. Maar heb je alleen wat anders aan je hoofd dan dat ze tegen Almere? Ja, maar oké. Dus het leukste had geweest als die bij er is. Maar als je hem toch moet spelen. Dan gaan we dan weer bij de laatste 8 zitten. Dat is pas zitten. Maar dat is pas verder. We gaan eerst naar Zwolle kijken. Ja, eerst naar Zwolle kijken. Hoe kijk jij naar Zwolle? Ploeg met veel potentie. Ik denk ook dat ze best wel redelijk in balans zijn. Ze hebben in het begin zeker hebben ze in wat wisselende samenstellingen gespeeld. Nu zie je ook als er één wegvalt dat ze maar één positie hoeven te ruilen of wat dan ook. En dat was in het begin best wel zoekende ook. Maar uiteindelijk hebben ze net zoveel punten als ons. En het zal een mooie pot zijn om die te gaan spelen aanstaande zaterdag. Omdat je met elkaar die wedstrijd graag in huis wil houden. Ja. Dus Zwolle zijnde moeten daar wel op beducht zijn. Het is een ploeg die ook best aardig kan voetballen. Ja, je zegt ook. Kunnen wij toch ook? Nou, dat roepen dames zeker ook. Dus het zal op zich wel weer een mooie pot worden. Ik vind als we dezelfde intentie als tegen Heracles weer hebben. Ook de wedstrijd die we tegen Den Bosch hebben gespeeld, zei iedereen wel ja, Den Bosch. Maar dat was wel een cruciale wedstrijd. Ja, zeker na die andere. En die kop. Dus als wij dan met z'n allen weer 100% scherp zijn, dan houden we de punten in. Die houden we dan in Venlo. Ja. Geen cadeautjes meer? Laten we dan in Sinterklaas over? Laten we dat maar doen met. Dat doen we niet op Pakistan, dat is RKC. Ja? Doen we op die zondag. Hou ik je aan. Alsjeblieft. Goed,
op naar VVV Pack, daarna op naar Almere en op naar Pakjesavond. Geen cadeautjes meer, de trainer heeft het zelf gezegd, maar misschien pakken we ze wel zelf uit. Op naar de drie punten, op naar VVV Pack Zwolle.